Michael Salons, voorzitter van de werknemersorganisatie Openbare Werken, WOW, zegt dat de leiding van het ministerie met een andere agenda rondloopt. De politie is vandaag afgestuurd op de organisatie terwijl zij in een ledenvergadering zaten. Eerder zijn er enkele werknemers van het ministerie namelijk per brief meegedeeld dat zij niet zullen worden uitbetaald voor de periode dat zij in beraad zijn. Salons stelt dat vooral minister Noor Mohammed alles behalve positieve ontwikkelingen bewerkstelligt met de bond. Zijn de leden van mijzelf bang door die bedreigingen? Dat we straks die eenheid kunnen vormen met OW-bonden en nog andere ambtenarenbonden om die bedreigingen van No Work No Pay, terwijl wij al vanaf april 2021 in actie zijn. En onze zaken sinds augustus, 4 augustus 2020 hebben ingediend bij de minister. Ja? Dan krijg je nou bedreigingen van No Work No Pay. Ja? Wil je als dictatuur blijven handelen? Ja? Door te doen wat je wil? Nee. Je bent minister op het ministerie. Er zijn vakbonden. Ja? We moeten overeenkomen. We zijn gesprekspartners met elkaar. En als wij je zeggen, voor het einde van het jaar hebben we gezegd, nog in een schrijven, ja, we hebben de punten aangehaald en we hebben gezegd, minister, wij wensen niet met acties het komend jaar in te gaan. Ja, dat was 20 december hebben we geschreven. Ja. Salons merkt op dat bondsleden een beetje bang zijn geworden vanwege de bedreigingen vanuit de leiding. De vakbondsman zegt zich niet voor te kunnen stellen dat de minister niet reageert op het schrijven van de vakbond over knelpunten en in plaats daarvan overgaat tot het gooien van olie op het vuur. We willen niet met acties het volgend jaar ingaan. Ja? Ik zeg ik wil opschorten, maar laten we aan tafel zitten en een streefdatum zoeken voor elk punt apart. In plaats dat hij ons uitnodigt, dan stuurt hij een schrijven naar de mensen voor No Work No Pay. En hij heeft ons nog steeds niet uitgenodigd. Dus hij, niet dat hij wil oorlog wil verklaren, hij heeft de oorlog verklaard met die brief aan de individuele leden, ja, door ze te bedreigen met No Work No Pay. Hij heeft de oorlog al verklaard op 30 december. Want toen ging dat eerste schrijven de deur uit. Salons zegt dat hij niet zal prijsgeven wat de volgende stap van de vakbond is. Wel mag de minister weten dat zijn opstelling onacceptabel is. Salons verklapt dat andere vakbonden al hebben toegezegd steun te zullen geven aan om het onrecht aan te vechten in geval dezelfde trend doorgaat tussen de leiding van het ministerie en de vakbond.